de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen hebben de staat naar de rechter gesleept. Dit in verband met de aanname van de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. Dat meldt de VSB in een persbericht. De zaak is gisteren ingediend. Volgens het bedrijfsleven is de wet niet uitvoerbaar. Er is woensdag en vrijdag vergaderd met DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva. Gisteren is er een marathonsessie gehouden. De bezwaren over de valutawet zijn kenbaar gemaakt. Ook de technische aspecten over de werking van de wetten is besproken. Naast het bedrijfsleven was ook een delegatie van C47 aanwezig bij de onderhoud.